Rut, ja? Doe eens een schaapje na. Wil je een geit? Oh, doe dan maar een geit. Als je dit... Oh ja, een geit. Ja. En Samuel, zin in de nieuwe week? Ja, op zich wel. Ik ga deze week leren hoe ik geluidstechniek moet doen. Om de enige echte Daniel. Oh, wauw. Ja. Nou, succes, want het schijnt een beetje een rare jongen te zijn. Oh shit. Toch, Joyce? Ja, inderdaad. Ik heb een hele leuke dingen gedaan. Ik ben altijd bezig met het ontwikkelen van onder andere soort en dat soort materiaal, maar ook spelletjes. Wij krijgen nu een boekje met allemaal opdrachten. En het gaat allemaal over opdrachten. Ik heb er ook één. En Joyce heeft er ook een. Joyce, wil je er wat over vertellen? Ik vind het heel cool. Oké. En ja. Je kijkt ernaar uit? Ja. Ik heb zin om eraan te beginnen. Kijk het journaal en bid of je met de ogen van Jezus mag kijken. Oh, wow. Hey, dit kunnen we ook maken met broccoli. En we hebben nog broccoli in de koelkast staan. Als doen we een mix van broccoli en boontjes. Nee, met die leftovers. Yes. Oké. Kijk, als ik boodschappen doe, dan raak ik zo snel in paniekie. Met boodschappen gedaan. En onszelf even getrakteerd op iets lekkers. Yay! Oké. Dit is echt heel erg. Welkom bij een nieuwe aflevering van Help, het is Oktoberfest! Help, het is Oktoberfest. Wij staan hier aan het begin van een feestje. Kom, we gaan. Nou, daar is het feestje hoor. Maar als je deze hebt, dan heb je alles. Ja, drink het snel. Darth Vader. I am your mother. Nee, dat is niet waar. Ik heb geen moeder. Spring maar hoor. Goedemorgen, het is vandaag dinsdag. En wij gaan met Switch vandaag niet naar scholen. Wij hebben vandaag Lindenhorstdag. Nee. Oh, jawel. Ja, wel boekjes wel. Boekjes zijn voor de watches. Maar die boekjes... we zingen wel gewoon met... Het is echt wel heel grappig. Dankjewel. Hallo. Hallo. Ik zie allemaal vroege tijden in je agenda staan. Ja, het is een drama deze week. Ook alweer. We mogen de vlogvolgers best weten. We hebben een zware week. Ja, want we even kijken. Het is hier... We gaan 10 voor 6. Morgen gaan we... moeten om 10 voor 6. 5:15. Zo vroeg moeten we verzamelen. Ja. Op tijd naar bed dus, deze week. Dani, ik durf toch niet helemaal herkenbaar in beeld. Nee, dat wil ik ook niet. Het is Lindenhorstdag en dat houdt dus in dat we niet naar een school toe gaan, maar dat we vandaag trainingen krijgen. Ik krijg vandaag dus ook training in techniek en acteurs, die zijn vrij. Die krijgen geen training, die zijn vrij. Dat is heel fijn. Ik zit hier met Geert, die met mij lekker gaat knutselen aan de techniek. En we zijn weer even bezig om de 2 monitoren die eruit zijn geklapt te bekijken. En we hebben zeg maar de zekeringen gevonden.
En dit is een zekeringetje die we er net uithalen. En die is een beetje zwart. En dat houdt in dat die kapot is. Dus het zou zomaar kunnen zijn dat dit het is. Wat ervoor zorgt dat hij het dus niet doet. Hoogst waarschijnlijk. Oh, niet doorvertellen! Nee, maar kijk, het komt goed, hè. Als ik dit nu eet, en dan ga ik gewoon lang over doen, hè. Niet zozeer 5 minuten. En dan ben ik gewoon helemaal neutraal. Goed verhaal. Ja, gewoon dat niet 2 per dag is best wel al een vordering in mijn leven. Wauw. Dus ik ben niet verslaafd. Echt niet. Daar is iets best wel verbrand, zeg maar. Een condensator. Dat. En dit heeft er misschien wel voor gezorgd dat de beamer ontbrandde. Het ziet er echt super slecht uit. Het is wel echt kapot. Nee, dat is niet waar. Ja. Nee. We hebben eerst jongens, even, laten we het doornemen. We hebben eerst nog een stukje van Disneyland Parijs. Ja. Blokken rechts, want dan heb je daar achter meer loopruimte om ja, erheen te kunnen. Ja. Yeah. Zojuist onze eerste voorstelling van vandaag gehad en het ging hartstikke goed. Alleen deze jongen hier viel uit, dus ik ga nu even kijken wat er aan de hand is. Wie is dat? Wat? Waar? Oh, hier. Hey. Vertel even wie je bent. Hoi. Ik ben Wietske. Manon. Ja. Hoi Manon. Goh, wie speel jij in het toneelstuk? Ja, Manon. Oh, oké, okay. Wie ben jij in het echt? Moree. Ja. En waarom ben jij hier vandaag? Want Jesse is ziek. Jesse is beneden. Ah, ziek, hè? Jesse is aan het verleden. De laatste gast, een groot applaus voor Tessa! Hij is gewoon weer weg. Nog een keertje dan. Blijf nog even staan, oké? Ja, ik blijf best wel even staan. Hoi, ja, oh. Ja, dan... Ah, nee, is hij weer weg. Ja, ik weet niet. Nou, wat er wel is, is de bus. Ja. Ja, dat is het probleem. En zo knoopt. Nee. Mijn vlogs zijn beter. Ben je nou je vlog aan het promoten tijdens je vlog? Ja. Geen schaamte. Nee. Geen schaamte. Nee, ik ben trots op wat ik doe. Ik ben helemaal gesloopt. Ik ga hier slapen. Hey Rieke, wat heb je met de rest gedaan? We waren op jou aan het... gegeten. Oh. Maar we waren op jou aan het wachten. Maar als jij ze hebt opgegeten, dan zijn ze in je maag. Dan kunnen we gaan. Laten we gaan. Yes. Wat leren we van de regenboog? Dat God nooit meer een vloed zal brengen. Hoera, we gaan niet dood door de en niet dat Nederland zo tolerant is. Dat is niet wat de regenboog zegt. Was dat de werkdag van je Joyce? Yes. Kijk, lekker. Is dat een sticker? Oh, hij plakt. Ja, daarom is het sticker. Wacht even. Wat is dit? Bedankt. Bedankt voor jouw terugblik. Dat vind ik wel lief. Dat vind ik wel lief. Alsjeblieft. Het is weer de tijd van het jaar dat we moeten beginnen met krabben. En koudleien. Maar dat vinden we niet erg, want we doen het ergens voor. Die is al 16. Dat is wel echt zielig, hè? Ja, maar trouwens, waarom ze zelf dat geschreven hebben? Dat kan toch? Van al naar masgevoelens, dus op jij en die toekijkt en niks aan durft te doen. Verzamel al je vrienden. De leraarkamer ligt allemaal voorbij. Is het echt waar? De dag van het is echt waar. Dat hebben wij 1 keer eerder gehad. Dag van het ontbijt. Ik hoorde net dat je zwemles hebt gehad. Ja. Waarom? Kijk, hele shirt is blauw. En op een gegeven moment kwam er water uit het plafond, zeg maar. En dat kwam zeg maar, op een kast en dat liep helemaal over de grond. En toen mensen zeiden dat er wat gebeurt daar en toen geen concentratie meer.
tijd voor show 2. Heeft deze dame vandaag zomaar even de rol van Jesse overgenomen? Het is toch ongelooflijk? Het is toch ongelooflijk? Dat geloof je toch niet? Het ging juist hartstikke goed. Ja, dankjewel, dankjewel. Vond ik. Ja. Nou, en ik heb dus mijn eigen rol overgenomen. Ja, en dat ging iets minder. Ja, ging wat minder, hè? Ja. Maar ze zijn roze. Oh, pet met een pet en een pet! Wauw. Je hebt een pet. Oh. Ik heb een pet. Hey. Wauw. Jongens, even luisteren. Hij heeft een pet. Petje af hoor. Petje af. Niet heel schmant om dit te filmen. Juist wel. Oh, dit is zo zwaar. Je gaat buiten. Buiten, gaan we buiten gooien. Ja, ik gooi hem, dan moet jij hem vangen. Ik zei dat je hem kan vangen. Je moet het wel vangen. Ja, maar. Ja, daar. Dat. Jij gaat rennen? Ik gooi. Shotgun? Ja? Ik heb ook al een shotgun. Ga je dag af. Wat ga je doen? Ja. Rennen? 2, 1, go. Go, 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 go. Ver, 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 ver. Ja! 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 Bij het hek! Zo, oh! Oh! Ik vang hem niet, ik vang hem niet! Nee! Nee! Leon, mogen we een koe? Eentje, maar dan moet je er wel goed voor zorgen. Oké. Okay. Yes! Het is een rut waarvan ik dacht dat ik haar nooit tegenkomen zou. Maar vandaag kom ik haar tegen bij uw verhuis. Woe! Kijk eens wie er is. Het is Daniel 2. Het was best cool. Dit is de lift. Oh, echt? En ik weet hem niet te gebruiken. Oh, wauw. Wauw. Als iedereen zijn microfoontje aandoet, dan... Hier staat al klaar. Ja, I know, maar jij niet. Om half tien is het best wel laat om te nemen. Nou, na 11:55, als de les afgelopen is, dan hebben we hier lunch. Oké, Stefan eet zijn ontbijt. Kleurde haar afslag. Altijd wat anders. Op pindakaas. Maar dat doen we. Wat? Zeg maar, ik had die beter niet op school kunnen komen, hè? En alle drie tegelijk af. Kom maar, dat is helemaal wel. En afloop. Oké, top show. Nee, gaat lukken hoor. Top. Die mensen klassen. Een collega chic, dus als daar gaat. Maar dat doen we elke sowieso. Komt-ie. Ik weet niet wat ik moet zien. Draait je om en je gaat dansen. En dan doe je zo en dan ga je zo. Maar jij loopt niet mee, want er zijn drie passen die je moet doen. En dan doe je zo. Zeg ik wel. Dat kan ik je zeggen. Lastig op het internet of iemand te negeren. Dingen om jezelf uiteindelijk beter te gaan voelen. En het allemaal op de kosten van alle mensen voelen. Dus op jij niet te kijken en ik durf te doen. Samen al je vrienden en wat ik ga doen. Nou, dat hebben we in een razend tempo gedaan. Ik heb je best wel in het perspectief van de gang, wat een heel apart beeld geeft. Mooi. Ja. Dat is een metafoor, neem ik aan, toch? Ja, natuurlijk. Vast wel. Ja.
Die leerlingen hebben er doorheen geholpen en mijn team heeft me er doorheen geholpen. En wauw, het is weekend. We kunnen weer door naar een nieuwe week en nieuwe vlog en nieuwe kansen. Het was vrij grappig. Hoe vond je het gaan vandaag met het spelen weer? Goeie vraag. Hoe vond ik het te gaan met het spelen, vragen? Want je moest vandaag, want jij speelde al anders altijd de gepeste, maar nu moest je opeens een meeloper spelen, moest Martijn. Ik moest meelopen met pesten, opgenomen tegen Daan en tegen Suzanne. Het was gewoon was feest. Gewoon feest. Ja. Goed. Het weekend! Ja.